Maar dat lijkt niet mee te vallen. De mensen rukten weg terwijl de rotorbladen en andere brokstukken door de lucht vliegen. Het publiek stond er pal bovenop en het is ongelooflijk dat er geen gewonden zijn gevallen. Doordat de helikopter nog te veel snelheid heeft, veert hij weer van de grond en kantelt, waardoor de rotorbladen afbreken. Vervolgens begint de helikopter te roken en te branden.